Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen heeft in de loop der jaren al vele diëten gevolgd en ook al vele spotten beoefend. Ze is gedurende het volgen van die diëten en ook met behulp van sportieve activiteiten, het verhogen daarvan, is ze wel in de loop der jaren af en toe gewicht kwijtgeraakt, maar gedurende dat gewichtsverlies is het haar nooit gelukt haar buikvet te verliezen. En nu is de vraag van Ellen, hoe kom ik in vredesnaam af van mijn buikvet? Want ongeacht welk dieet ik heb gevolgd en ongeacht welke sport ik heb beoefend, van dat buikvet ben ik nooit afgeraakt. En dat, juist dat vet, wil ik graag verliezen. Want het staat me niet aan met betrekking tot hoe de kleren zitten en dergelijke. En Ellen weet ook dat juist de vetten in je buikholte, de vetten rond je organen, dat de meest ongezonde vetten zijn. Althans, de plek waar deze opgeslagen liggen, dat is de meest ongezonde plek. Dus dat is de vraag van Ellen. Hoe raak ik van mijn buikvet af? Nou, Ellen. Vetten, triglyceriden, die kun je enkel verliezen wanneer deze eerst afgebroken worden, gesplitst worden. Gesplitst met behulp van vetsplitsende enzymen. Dit heten lipasen. Enzymen hebben een voor hen optimale zuurtegraad nodig om goed te kunnen werken. En de optimale zuurtegraad voor vetsplitsende enzymen, lipasen, is een licht basische zuurtegraad. Dit betekent dat je enkel de vetten in je buikholte, rond je organen, je buikvet, kan verliezen wanneer eerst de zuurtegraad in je buikholte, de zuurtegraad omheen jouw organen, optimaal licht basis is. Want anders kunnen vetsplitsende enzymen daar niet goed werken. En ja, dan zul je die vetten daar niet afbreken. Ja, ze kunnen die niet gesplitst worden en kun je die ook niet verbranden en kwijtraken. De zuurtegraad in jouw weefsels en dus ook de weefsels aanwezig in jouw buikholte is niet optimaal, niet lichtbasis wanneer de afvoer van afvalstoffen in jouw weefsels niet goed verloopt. Wanneer verloopt de afvoer van afvalstoffen in jouw weefsels enkel goed? Wanneer de voedingstoestand in jouw lijf goed is? Je lichaam als gevolg daarvan in staat is om met behulp van hormonen je bloedvaten op peil te houden. En vervolgens ook in staat is om met behulp van hormonen vocht en voedingsstoffen mooi over jouw weefsels te verdelen. En de vocht- en elektrolytenbalans in jouw lijf te regelen, reguleren. En dat wil zeggen een mooie, evenredige verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels. Dit is nodig, die verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels, een mooie evenredige verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels, om voortdurend de afvalstoffen die voortdurend in jouw weefsels gevormd worden, te verdunnen, neutraliseren en afvoeren. Verloopt dat niet goed, die verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels en vervolgens de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen in jouw weefsels, dan zal de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal zijn, kunnen vetsplitsende enzymen lipasen in jouw weefsels niet goed werken, zie dan maar eens van je buikvet af te raken. Dus, wat staat jou te doen? Wanneer jij je buikvet wil verliezen, dan zul jij dus bij moeten dragen aan het behoud van een goede vocht- en elektrolytenbalans in jouw lijf. En dat verloopt dus enkel goed wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. Wanneer verkeert jouw lichaam in een goede voedingstoestand? Wanneer het optimaal voorzien wordt in vocht en alle essentiële voedingsstoffen. Jij moet je lichaam dus voorzien optimaal in vocht en essentiële voedingsstoffen.
Dan draag je met je voeding bij aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf. Een goede vocht- en elektrolytenbalans in je lijf. Een goede afvoer van afvalstoffen in je lijf. Het behoud van een optimale zuurtegraad in je lijf. En de mogelijkheid om vetten in jouw buikholte te splitsen. Met behulp van lipasen en buikvet te verliezen. Maar als je dan tegelijkertijd spotten gaat beoefenen die jouw weefsels sneller doen uitputten van vocht en essentiële voedingsstoffen dan dat je met je dieet aan kan vullen, ja, dan zal alsnog de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal zijn, kunnen die vetsplitsende enzymen alsnog niet goed werken, kan je alsnog geen buikvet verliezen. Dus moet jij ervoor zorgen dat je met je dieet een optimale aanvulling van vocht en essentiële voedingsstoffen veroorzaakt in je lijf. En mag jij en kan jij wel sporten beoefenen, maar niet met een dusdanige frequentie dat jij je weefsels te snel weer uitput. Want ja, uitgeputte weefsels zijn weefsels waar de afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden, de zuurtegraad te hoog is en vetten niet gesplitst kunnen worden. En dan raak je dus niet van je buikvet af. Dat als antwoord op jouw vraag.